Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijdelijk. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan heel even terugkijken naar hoofdstuk 10, hoofdstuk 11 bedoel ik. Want jullie hebben net een paar weken vakantie gehad, ben vast alles vergeten. Dus heel kort nog eventjes kijken naar van waar ging het ook weer over, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig. Dus hoe zat het? Nou, we zijn begonnen met het echte begin, dat met die oppervlaktefunctie doe ik even niet. Maar we beginnen gewoon even met de dingen die jullie moeilijk vinden. Kijk. Ik ga een functie differentiëren en het antwoord is x kwadraat. En ik vraag me af van, hey, welke functie zal dit zijn? Nou, dit is een macht van x. En machten van x differentiëren betekent dat er altijd eentje van afgaat. Dus je zegt van, nou weet je, dan zal dit wel zijn x tot de derde. Want als ik x tot de derde differentieer, dan wordt het x tot de tweede. En dan gaat er eentje vanaf. Nou, dat werkt niet helemaal. Want als je x tot de derde gaat differentiëren, dan spuugt hij ook die 3 uit. Die 3 komt ervoor en dan gaat er pas eentje af. Dus als je dit zo laat staan is het fout, want hier is geen 3. Wat moet je hier dan bijzetten om ervoor te zorgen dat ik hier geen 3 krijg? 1/3. Nou, dit is dit gebeuren, daar is een regeltje voor. En dat regeltje is dit. Als hier x tot de macht n staat. Okay, dat is een beetje lelijke n. Als hier x tot de macht n staat, dan heb je hier x tot de macht n plus 1. Hè, eentje meer. En dan moet je delen door die 1 gedeeld door, of delen door die n plus 1, zodat bij differentiëren dit wegvalt. Nou, deze formule werkt voor alle waarden van n behalve 1. Voor welke waarde van n werkt dit niet? Wanneer gaat dit fout? Bij welke waarde voor n? Bij min 1, want dan deel je namelijk door 0. Dus dit werkt als n is ongelijk aan min 1. Oeh. Dus nu zeggen we, hey, is opgelost. Behalve voor n is min 1. Dus nu gaan we focussen op hetgene wat een probleem oplevert. Van, hey, wat gebeurt er nou als n is min 1? Van welke functie is de afgeleide 1 gedeeld door x? Nou, niet de macht van x in ieder geval. Die hebben we allemaal gehad. Maar ja, als je goed hebt opgelet bij hoofdstuk 9... weet je dat de afgeleide van een exponentiële functie evenredig is met zichzelf. En dat er één heel speciaal grondtal was waarbij de afgeleide van de exponentiële functie gelijk was aan zichzelf. Dat was het grondtal e, 2,7 nog wat, het getal van Euler, de constante van Euler. En als je daarvan de inverse ging opschrijven, dan kreeg je het natuurlijk logaritme, ln. En als je ln ging differentiëren, kwam je tot de ontdekking dat de afgeleide 1 gedeeld door x was. Dus primitieve van 1 gedeeld door x is de ln van x, met een kleine opmerking. De ln van x werkt alleen maar voor positieve x. 1 gedeelde x werkt ook voor negatieve x. En het blijkt dat als je hier absolute waardestrepen neerzet, dat hij het dan ook doet voor negatieve x. Dus hartstikke interessant. Oké, nou, alle standaardfuncties die jullie hebben gehad, daarvan moet je het primitieve kennen. We kennen nu de primitieve van alle machten van x, maar er zijn nog andere standaardfuncties. Bijvoorbeeld exponentiële functies. Kijk, 2 tot de macht x. Hè, andersom. Dus ik wil een functie die als afgeleide 2 tot de macht x heeft. Nou, dan zeg je van, nou, de afgeleide van een exponentiële functie is evenredig met zichzelf, dus het is vast iets met 2 tot de macht x. Maar, mensen, als ik 2 tot de macht x ga differentiëren, dan krijg ik ln 2 keer 2 tot de macht x. Hij spuugt de ln van het grondtal uit bij differentiëren. Dat heb je gehad in hoofdstuk 9. Ik ga dat niet nu uitleggen waarom het zo is. Maar het is iets wat je ook kan leren natuurlijk. Hé, hey, als ik 2 tot de macht x differentiëer, spuugt hij een ln uit. Dus als ik hem niet wil, moet ik hem hier alvast neerzetten in een breuk. 1 gedeeld door ln 2 keer 2 tot de macht x. En dat levert dan als afgeleide op 2 tot de macht x. Dus nu kan ik macht van x primitiveren, exponentiële functies primitiveren. Dan moet je natuurlijk ook logaritme kunnen primitiveren. En dat is een beetje een stom regeltje. Van waarvan is de afgeleide nou ln x? Nou, dat moet je gewoon leren. De afgeleide of de primitieve van ln x is x keer ln x min x. Je kunt dit verifiëren door te gaan differentiëren.
dan krijg je, als je die x differentieert, gewoon ln x. Als je die ln x differentieert, krijg je hier 1 gedeeld door x. En x 1 gedeeld door x, dat is 1. Min de afgeleide van de x is 0. Dus inderdaad, dit werkt. Maar hoe werkt het dan bij algemene logaritmische functies? Nou, heel simpel. Als ik bijvoorbeeld heb 3 log x. Ik realiseer me dat 3 log x, dat ik dat kan schrijven als ln x gedeeld door ln 3. Dus de primitieve van 3 log x, dat is gewoon 1 gedeeld door ln 3 keer de primitieve van ln x. Met andere woorden, alle logaritmen zijn een veelvoud van ln. En als ik ln kan primitiveren, kan ik andere logaritmen dus ook primitiveren door die factor die erbij hoort er even voor te halen. Oké, dus exponentieel, logaritmisch, macht van x. Wat hebben we nog meer voor standaardfuncties gehad? Begon met de g. Goniometrische functies. Oké, gaan we die ook doen. Eerst even kijken naar differentiëren. Als ik de sinus van x differentieer, krijg ik de cosinus van x. Als ik de cosinus van x differentieer, krijg ik min de sinus van x. Als ik min de sinus van x differentieer, krijg ik min de cosinus van x. En als ik min de cosinus van x differentieer, krijg ik de sinus van x. Primitiveren gaat andersom. Dus als iemand zegt van, hey, ik zoek een functie waarvan de afgeleide sinus x is, dan moet je kijken in het schema, dan zeg je, oh, min cosinus x. Oké. En voor tangens hoef je de primitieve volgens mij niet te kennen. Maar het is de ln van cosinus. Maar dat boeit niet. Oké, goed. Dit is alles. Dit is paragraaf 1. Het enige wat ik nu nog niet heb gedaan, is dat ik zeg van, hoe zit het met de notatie? Want ik heb één ding even onder het tapijt geschoven, waar ik nog wel iets over wil zeggen. Mijn notatie die ik tot nu toe heb gebruikt, is van, hey, ik wil iets differentiëren en ik weet wat eruit komt. En nou moet ik hier gaan invullen wat hier staat. Dit is niet een super wiskundige notatie. Hij is wel inzichtelijk, denk ik. Maar het is niet wat het boek doet. Het is ook niet wat echte wiskundigen doen. Wiskundigen die noteren het andersom. Die zeggen van, ik heb hier een integraalteken. Ik heb hier bijvoorbeeld functie. Bijvoorbeeld x tot de derde. Dx. Die integraalteken en die dx maken deel uit van de notatie. De functie waar het om gaat is alleen de x tot de derde. En dit betekent dan van, oké, van welke functie is dit de afgeleide? Dan zeg je, nou, dat is 1 vierde x tot de vierde. En het detail wat ik onder het tapijt heb geschoven, Renzo. Wat heb ik onder het tapijt geschoven hier? Wat heb ik nog niet genoemd en moet ik hier wel opschrijven? Plus c. Ja, natuurlijk, plus c. Ja, de mensen thuis denken nu dat je het goed had. Ja, natuurlijk. Had hij ook. Waarom? Nou, als je die plus c differentieert, dan wordt het 0. Dus als ik een 1 vierde x tot de vierde differentieer, krijg ik x tot de derde. Maar als ik 1 vierde x tot de vierde plus 3 differentieer, krijg ik ook x tot de derde. Ja? Dus het maakt niet uit wat daar staat. Bij de sommen waar we nu zijn, wordt die c juist heel belangrijk. Maar ik weet niet of ik daar in dit verhaaltje aan toe kom om dat te vertellen. Misschien is het leuk om het om even mee af te sluiten straks. Goed, waar is het allemaal goed voor? Nou, met de integraal kan je de oppervlakte berekenen van een stukje van tussen de grafiek en een andere grafiek. Dus ik sla een stukje onbelangrijke theorie over en ik ga meteen naar de belangrijke theorie. Hier is een functie f. Hier is... Wat zit je met dat boek te doen, man? Ja, stuur ik hem er wel uit. Doe dat boek weg. Oké. Dus ik heb hier twee functies en ik heb hier een grens. Dit is grens A en dit is grens B. En je wil weten wat de oppervlakte is van dit gebied. Dan zeg je, ik wil de integraal weten van de grote min de kleine. Dus fx min gx. Hoezo is fx de grote, meneer? Nou, als je in dit gebied kijkt, is de grafiek van f groter dan die van g. Dus je doet grote min de kleine, dus daarom doe je fx min gx. Dx. Dan ga je die primitieven opschrijven. En ik heb hier geen functievoorschrift, dus ik kan niet echt de primitieven opschrijven. Maar het is een conventie dat als je de hoofdletter gebruikt van de functienaam,
dat je dan de primitieve eigenlijk ook hebt. Dus ik doe hier hoofdletter fx min hoofdletter gx. En dat moet je dan evalueren in de grenzen a en b. Dat betekent dat je hier eerst b moet invullen. Dus dan krijg je fb min gb. En dan doe je min en dan moet je a invullen. Dus dan krijg je fa min ga. Nou, that's it. Dus dat is eigenlijk een stukje van paragraaf 1 en paragraaf 2. Ik wil nog een stukje van paragraaf 2 doen. Dan die omwendingslichamen, die doe ik nu even niet herhalen. Maar ik wil wel nog iets een voorbeeld geven van een situatie waarin die C heel erg vet belangrijk is. Want dat is wel aardig, want ik heb net die C geïntroduceerd. Ik wil nog even laten zien waarom die soms echt belangrijk is. Gezondheid. Oké, nog één belangrijk stukje theorie. Je zou natuurlijk kunnen denken van, hey, als ik de sinus van x... Ik ben uit Teams gegooid. Daar was toch niemand aan te kijken. Waarom ben ik uit Teams gegooid? Sinus van x. Oké, weet iemand dat nog? Primitieve sinus x, wat is dat? Min cosinus x. Plus c. Heel goed. Het is een uitzonderingsgeval. In dit geval kunnen we halve punten aftrek geven als je die c vergeet. Want dat vinden we zo zielig. Maar goed. Maar wat is dan primitief van de sinus? Hou nou eens je mond, man. Jij wou dit toch opgenomen hebben? Ja. Dan wil je toch niet elke keer genoemd worden als een of andere ziekelijke lesverstorende leerling? Nee. Precies, dus gedraag je. Ja. 2x plus 3 dx. Nou, wat zegt je intuïtie? De sinus van x kunnen we primitiveren. Sinus van 2x plus 3 zal ongeveer wel een beetje hetzelfde zijn. Dus jouw intuïtie. Wat zegt hij hier? Het hoeft niet het goede antwoord te zijn. Maar het is sowieso in de richting als je gewoon even... Stel dat je niks weet van primitiveren. Ik laat dit zien aan een tweede klasse. En zeg van nou, ik vergelijk het nou eens met elkaar. Wat denk je dat hier moet staan? Nou, wie durft? Oké, het duurt te lang. Mijn intuïtie zou zeggen van, nou weet je, ik heb hier min cosinus. Dat zal hetzelfde wel zijn, want dat is hier een sinus, dan wordt het een cosinus. Op de plek van de x doen we dan maar die 2x plus 3. Hè? En die plus c heb je natuurlijk ook. Dus dit is je intuïtie. Die zegt van, nou, het zal wel een beetje hetzelfde zijn, alleen die x is een 2x plus 3 geworden. Eén probleem. Als ik dit ga differentiëren, spuugt hij een 2 uit. De afgeleide van de binnenkant, hè, met de kettingregel. Die 2 die wil ik niet. Dus ik moet nog even vermenigvuldigen met min een half. Of met een half, die min had ik al. Als ik hier een half voorzet, absorbeert hij die 2. En is de afgeleide inderdaad sinus 2x plus 3. De regel is als volgt. Als de primitieve van fx gelijk is aan hoofdletter fx. Heb ik net uitgelegd, hè? Dat was de conventie. Die plus c zit hier al in. Dan kan ik ook fax plus b primitiveren. Als er een lineaire functie in f staat... kan ik de primitieve ook gewoon opschrijven. En dat is dan de primitieve met daarin ingevuld ax plus b. Maar je moet nog even delen door die a. Dit is paragraaf 2, onderdeel a. Vet belangrijk stukje theorie. Maar meneer, wat moet ik dan doen als hier een andere functie staat die niet lineair is? Bijvoorbeeld x kwadraat of de sinus van 2x. Nou, dan ga je stil in een hoekje zitten huilen. Die kan je niet primitiveren. Het probleem met primitiveren is, meestal kan het niet. Als ik een functie geef aan jullie om te differentiëren, bijvoorbeeld de sinus van de cosinus van de tangens van de logaritme van x kwadraat plus 8, dat kan je differentiëren. Het is een hoop werk. Je kan gewoon met de kettingregel kan dat helemaal differentiëren. Als ik het laat primitiveren, is kansloos. Als ik zomaar een functie bedenk, dan is de kans groot dat er geen mooie primitieve van is. Dus jullie krijgen van mij natuurlijk alleen maar functies die wel een mooie primitieve hebben. En die je kan aanpakken met de regeltjes die we hebben besproken. Maar als je in het wild een functie tegenkomt, is de kans klein dat je hem kan primitiveren. Oké, maar is niet erg. Afsluitend. We hebben nu paragraaf 1 en 2 eigenlijk helemaal herhaald. En ik wil nu nog eventjes kijken naar het onderwerp waar we nu mee bezig zijn. Dat zijn die natuurkunde dingen met snelheid, versnelling en dat soort dingen. Dus heel even kort hoe het ook weer zat. Als je de afstand-tijdgrafiek hebt.
S. He, veel leerlingen in de onderbouw denken dat die S snelheid is. Hè? Want het is Frans, is sentier, betekent pad, afgelegde weg. Dus als ik hier bijvoorbeeld dit ST-diagram heb, parabooltje of zo, ik begin met afgelegde weg 0, dan ga ik steeds harder. De afgeleide hiervan, hè, als dit echt een parabool is, dat is natuurlijk een rechte lijn. Dus het VT-diagram ziet er zo uit. En als ik dat nog een keer differentieer, dan krijg ik constante. Zo. De versnelling in dit geval is constant. Hè. Als je afstand-tijddiagram een parabool is je versnelling constant. Het verband hier tussen is als volgt. Als je deze kant op gaat, is het differentiëren. Dus dan doe je ddt. Dit is dsdt, geef die. En dvdt, geef die. En je kan hiermee doorgaan. Dan krijg je jerk, snap, crackle en pop. Dat hoef je niet te kennen. Ja? En je kan ook terug. Als je die V primitiveert, krijg je de afgelegde weg. Als je die A primitiveert, krijg je de snelheid. Je hebt dit bij natuurkunde wel eens gezien. Namelijk, jullie hebben ooit wel eens een sommetje gehad waarbij je de oppervlakte moest bepalen onder het VT-diagram. En de oppervlakte hier, dat was dan die afgelegde weg die hier zit. Nou, dat is precies wat je met primitiveren doet. Ja? Duidelijk, Jesper? Ja. Oké. Nou, nu eventjes een voorbeeld. Om een of andere reden is de versnellingsfunctie AT is 5T min 1. Ik verzin maar wat, hè. En de snelheid op tijdstip 0 is 1. En de afgelegde weg op tijdstip 0 is 2. Deze dingen heten beginvoorwaarden. En de beginvoorwaarden zorgen ervoor dat jij kan bepalen wat C is. En dat wordt ook wel randvoorwaarden genoemd in de natuurkunde. Oké, nou dan zeg je, ja, waar heb ik die stomme randvoorwaarden voor nodig? De snelheid is toch gewoon een primitieve van de versnelling. Dus als ik de versnelling primitief heb, heb ik toch de snelheid. Ja, dat klopt, maar niet helemaal. Want als ik 5t min 1 ga primitiveren, wat krijg ik dan? Dus iemand die dermate heeft opgelet dat hij kan vertellen wat hier uitkomt. Iemand die het durft. Het is niet live, dat wordt wel opgenomen natuurlijk. Het is net alsof het live is. Ik ga er niet in knippen, dat is veel te veel werk. Oké, kijk, die 5t primitiveren, dat geeft 2,5t kwadraat. Want als ik differentieer, dan spuugt hij die 2 uit en dan krijg je 2 keer 2,5 is 5. Min t. Wat ben ik vergeten? C. Maar waarom is die c nodig? Nou, er is gegeven dat de snelheid op tijdstip 0 1 is. Dus als ik hier 0 invul, dan staat er 2,5 keer 0 kwadraat min 0 plus c is 1. Oh, wat is c dan? 1. Ja. Ik dacht, misschien is het een grapje. Ik weet niet. Okay. Dat is niet erg. Dus ik weet nu mijn V, mijn snelheidsformule, die is 2,5 t kwadraat min t plus 1. Want anders voldoe ik niet aan deze beginvoorwaarden. Nou, op dezelfde manier kan je dus nu de afgelegde wegformule maken door deze nog een keertje te primitiveren. Dus dan krijg je de afgelegde weg als functie van t is de integraal van 2,5 t kwadraat. Hebbar, daar krijg ik een factor 3 bij. Dat vind ik vervelend. Min t, dan had ik maar beter moeten nadenken over mijn voorbeeld. Ja. Dus 2,5 t kwadraat primitiveren. 2,5 is 5 tweede. Dus dat wordt dan 5 zesde volgens mij. Dus 5 zesde t tot de derde. Even kijken. Als ik dit keer 3 doe, krijg ik 15 zesde. En 15 zesde, dat wordt 5 tweede. Als je het vereenvoudigt, ja dat klopt. Dus min een half t kwadraat. Plus t. Wat? En nog meer? Plus? C. Oké. Okay. Nou, en die c moet 2 zijn in dit voorbeeld. Want dit wordt allemaal weer 0. Dus mijn afgelegde wegformule is gelijk aan 5 zesde t tot de derde min een half t kwadraat plus t plus 2. Deze formule heeft de juiste afgeleiders voor de snelheid en de versnelling. En hij heeft de juiste beginvoorwaardes V0 en S0. Dus nou, dat zijn de sommen waar we nu mee bezig zijn. Dus dat was een beetje wat ik wilde bespreken. Zijn hier nog vragen of opmerkingen over?
Dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel broer, ja dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.